In deze video laat ik je zien wat je kunt leren van de drie slechts gemaakte VWO-examenvragen Nederlands uit 2021. Vraag 19, 20 en 32 zijn in 2021 het slechtst gemaakt. Bij vraag 19 moet je aangeven met welke argumenten uit tekstfragment 1 het nut van de historische kennis wordt gerelativeerd. Omdat in de vraagstelling de antwoorden zo moeilijk geformuleerd en geabstraheerd zijn van wat er in het tekstfragment staat, is deze vraag erg lastig. Als je tekstfragment 1 leest, staat er in alinea 1 dat historische parallellen trekken averechts helpt omdat de discussies dood kan slaan en dus zou er vrijer gedacht moeten worden zonder het verleden er steeds bij te halen. In alinea 2 staat dat historische voortgang gemakzuchtig is en bij bedrijven en overheden ook te maken heeft met gevestigde belangen. Echte nieuwe veranderingen zijn daarom lastig voor hen. Welke twee argumenten uit het antwoord herken je terug in mijn samenvatting? Het antwoord moet 1 en 4 zijn. Argument 1 staat in alinea 2 beschreven en argument 4 in alinea 1. Deze antwoorden zijn dusdanig anders verwoord dat ik begrijp dat leerlingen dit niet zien. Ik moet zelf namelijk ook best wel puzzelen. Argument 2 wordt in ieder geval niet besproken. Argument 3 is het niet, omdat de schrijver in ieder geval niets zegt over het vergelijken van het heden met het verleden. Argument 5 hebben de meeste leerlingen denk ik gekozen en begrijpelijk. Alleen in de tekst is dit geen argument, maar een standpunt. En er wordt in deze vraag naar het argument gevraagd. Argument 6 wordt niet zo benoemd. Wat kun je nu van deze vraag leren? De tekst goed doorlezen, wegstrepen wat er sowieso fout is en als je dan nog niet weet, gokken. In vraag 20 moet je de betekenis van het begrip historische continuïteit uit tekstfragment 1 koppelen aan eenzelfde betekenis in de hoofdtekst. Maar welk begrip is dat? Het op zoek gaan naar dit antwoord is tijdrovend, want je moet dan alle 6 de antwoorden afgaan en kijken of het overeenkomt. Ik zou zeggen, als je in tijdnood zit, sla deze vraag dan even over en maak deze als je helemaal klaar bent met je examen. Het is slechts 1 punt waard, je moet soms slimme keuzes maken. Het goede antwoord is antwoord D, de analogie, dus de overeenkomst tussen twee zaken, wordt in alinea 1 van tekstfragment 1 beschreven. Als je de betekenis van analogie niet had geweten, dan had je dat op moeten zoeken in je woordenboek. En als je dan de betekenis ziet, moet je het linken aan dat wat je in alinea 1 van het tekstfragment hebt gelezen. Dan had je eigenlijk het goede antwoord zo te pakken. Wat leer je nu van deze vraag? Zoek de betekenis uit de antwoordmogelijkheden op en dan zou je het goede antwoord snel kunnen hebben. Maar zit je in tijdnood? Sla zulke vragen dan over en maak deze als je tijd over hebt. Zorg er in ieder geval voor dat je een meerkeuzevraag altijd beantwoordt. Want je hebt kans dat je goed gokt. Tot slot vraag 32. Opvallend dat deze vraag zo slecht is gemaakt, aangezien het correctiemodel werd aangepast en veel meer antwoorden goed werden gerekend. Maar dat heeft er dus niet toe bijgedragen dat leerlingen op deze vraag beter scoorden, terwijl je toch 4 punten kon verdienen. Deze vraag sla je dus nooit over. Bij deze vraag moet je 6 inhoudelijke elementen noemen die in de conclusie van deze tekst had moeten staan. Wat examenmakers precies met inhoudelijke elementen bedoelen is niet helemaal duidelijk. Daar kan dus verwarring zijn ontstaan. Jij moet bij deze vraag in ieder geval weten wat er precies in de conclusie van de tekst moet staan. En dat zijn natuurlijk de allerbelangrijkste zinnen of zaken uit de tekst. Welke zijn dat? Als je het antwoordmodel erbij pakt, zie je dat er 8 antwoorden goed gerekend worden en jij had er 6 moeten vinden. Sommige antwoorden staan letterlijk in de tekst, maar sommige ook niet. Die vind je impliciet in de tekst terug en dus lastig zelf te bedenken. Wat leer je nu van deze vraag? Als je het antwoordmodel erbij pakt, dan zie je eigenlijk dat je het standpunt van de schrijver, het invoeren van de basisbeurs, plus zijn argumenten voor dat standpunt in de conclusie moet noemen. Ga daar dus naar op zoek als je ooit nog eens zo'n vraag in je examen krijgt. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Pas het toe op je eigen examen. Succes ermee en abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En geef deze video natuurlijk een dikke, vette like.